Het is vandaag NLD-dag. We staan bij basisschool De Ark in Meeuwen. En wat voor dingen doen jullie allemaal vandaag hier? Nou, de mannen zijn druk bezig vandaag om een speeltoestel, die staat er al, maar om daar de vloer van te leggen, zodat de kinderen veilig kunnen spelen. De afgelopen tijd hebben ze ook een grote boom weggehaald. En daar hebben ze een prachtige troon van gemaakt waar de kinderen allemaal mee kunnen spelen. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie nu? Ze zijn nu met 4 mannen hard aan het werk. En waar komen al die vrijwilligers vandaan? Dat zijn vaders van kinderen die hier op school zitten. We doen vooral nu omheiningen repareren en een nieuw verblijf maken voor de vogelopvang. Ja. Vrijwilligers, waar halen jullie allemaal vandaan? Hier uit de regio, we hebben nu wel heel weinig. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers, dus ja, altijd welkom bij ons. Van mensen die hun dieren hier komen brengen, omdat hun er niet meer voor kunnen zorgen, die komen ook gewoon langs. Dus je zijn niet alleen een dierenambulance, maar ook een dierenopvang? Ja, wij zijn wildopvang voor de regio Altena. Hij is gewoon uitgehongerd van het rouwen en hij trekt ook niet verder, want zwanen horen gewoon in koppeltjes. Ja, wat voor klussen zijn hier nog meer te doen? Ja, we doen eigenlijk nu alles aanpakken. We doen ook de weien opruimen voor de dieren, waar de geiten en alles in komen. En de dieren verzorgen en de hokken schoonmaken. En ook gewoon knuffelen met de dieren, hebben ze ook nodig. En wat voor soort paard is dit? Dit is een tinker, een Ierse tinker. Wat zijn jullie vandaag allemaal aan het doen voor NL Doet? We hebben vandaag een 30-tal klussen op onze klussenlijst staan. Die variëren van binnen klein onderhoud in onze keuken, maar ook buiten aan het terrein, aan onze flatten. En dan leuke klusjes van nieuwe dingen maken die we kunnen gaan gebruiken samen met de kinderen. En is dit dan ook gelijk een beetje het start van het seizoen weer? Eigenlijk wel. Het mooie weer begint nu weer. Binnenkort gaan we ook het water weer op. Dus vandaag met deze actie, ja, dan gaan we door. Maar heel de winter zijn we ook gewoon doorgegaan. Maar vandaag gaan we eigenlijk weer gebruik maken van de lente. En als je dan kijkt naar de activiteiten die er de komend jaar weer gaan gebeuren, is het weer een grote waslijst? Ja, we zitten hartstikke vol. Binnenkort gaan alle speltakken, er zijn alle leeftijdsgroepen bij ons, die gaan weer lekker op kamp. En daarna begint het vaarseizoen voor ons weer en dan komen allerlei activiteiten waar we samen met de kinderen lekker in en rondom de biesbos aan de gang gaan.